Rom 40 nijbesteden van de zo'n bemanningsleden uit Engeland, Canada, Nieuw-Zeeland en Australië gingen de reis naar Friesland maken. Speciaal voor de ontbleting van dit monument. En ze wienen onder de indruk. It's very humbling that the Dutch people have gone to so much trouble to create a monument here. But it's so important that we have these monuments at these sites so we can remember the sacrifices that not just my grandfather and his crew gave, but so many people gave to free Europe in the Second World War. For me today to be here and to see how people recognize the crew, the fact that these people, these young men, gave their life, it's amazing. De Lancaster werd in de nacht van 4 op 4 september 1942 delsketten troch Duits geschut. Het vliegtuig stortte in de Oude Veen Del. Het vliegtuig werd vliegende burgen en de brokstukken binnen van Noord te zien op een speciale uitstalling. En commissaris van de koning Brok wie juster bij de ontbleting van het monument en de opening van de uitstalling. Hij wie rekken troch de komst van de nijbesteden. Meer dan 40 mensen uit die landen, uit Engeland, uit Australië, uit Canada, uit Nieuw-Zeeland. Dat is nogal wat. En die mensen hadden rekken een taal hebben van zelfs om hier te komen. De verbinding vielen met elkaar, want het is toch al correct net. Van zelfs die mensen, maar diezelfde skiernis, die komen dan een keer bij elkaar. Waar haar een, ja, familie het leven litten had. Dat is toch wel heel bijzonder. Het monument besteedt uit een zwellenmoren. De nijbesteden binnen wie is mij het resultaat. It's just a wonderful place to come and remember and to make sure that we never forget.